Moet eens kijken hoe geld eruit ziet. Heb je gezien hoe ze eruit ziet? Ik zou nog één keer een grote smoel op te trekken en dan ros ik hem even dicht. Ze vraagt het er ook een beetje om, maar we moeten eens kijken hoe ze gekleed is. Dit is een stomme eikel, sorry dat ik het zeg. Dat is niet normaal. Hey. Benjamin, ben je eigenlijk een beetje sportief? Sportief? Ja. Wat is dat? Ja, dat is echt toch genoeg. Ja. Nee, ik zie jou ook niet zo heel snel in een sportlegging, denk ik. Nee. Ik mezelf ook niet, nee. Maar dat zou je wel willen, toch? Je zou me wel graag willen zien. Nee, ook niet. Ook niet. ik zie jou ook niet in een sportlegging. Nou ja, ik sport wel veel. Ja? Ja, ik sport serieus. Wat doe jij dan? Ik hou van hardlopen en van voetballen. Ja, ja. Heb je net even bedacht. Sportief. Heb ik geïmproviseerd. Ja, precies. Nou is het onderwerp van vandaag seksuele intimidatie. Dat komt natuurlijk op talloze locaties voor, maar zeker ook in sportscholen. Want wist je dat steeds meer vrouwen naar women-only sportscholen gaan om die seksuele intimidatie te voorkomen? Nee. Nee, dat klinkt wel heftig. Ja. Vind ik ook dus. Ja, en het leuke is, ik mocht de gast regelen voor vandaag, voor het experiment. Ja. En dat is echt een bijzondere gast. Ik denk dat jij haar nog wel kent van vroeger. Staat klaar in huizen, dus daar gaan we nu wel lekker naartoe. Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ga maar even nadenken. Wij zijn Benjamin en Jaap en gaan Nederland eens flink aan de tand voelen. Met een bus vol vermommingen en verborgen camera's rijden we door het land om samen met een bekende vriend of vriendin te testen hoe mensen reageren op onze sociale experimenten. En dat doen we in your face. Kom maar even mee, Jaap. Kijk, dit is onze gast van vandaag. Nou, de gast van vandaag, Bobby Eden. Maar die ken ik helemaal niet. Ja, we gaan nu niet liggen. Ik wist altijd mijn browse geschiedenis. Hallo, ik ben Jaap. Dag Bobby. Hoi, Benjamin. Wat leuk dat je vandaag meedoet. Ja, ik heb er hartstikke veel zin in. Ja, vandaag gaan we het hebben over seksuele intimidatie. Nou is het zo dat jij volgens mij wel aardig wat hebt met het onderwerp seks. Je hebt natuurlijk een carrière gehad in de porno. Hoe kijk jij eigenlijk naar seksualiteit in Nederland? Nou, dat er wat meer voorlichting moet worden gegeven aan jongeren. Omdat ze eerste wat ze zien vaak een druk op de knop op het internet, wat niet meestal de norm is. Kun je ook zeggen dat Nederland wat preutser aan het worden is? Ik denk wel dat we preutser geworden zijn. Vind ik wel jammer. Ik ben aanrakerig. En dat kan nu niet zoveel meer. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen, want er vindt natuurlijk ook vaak seksuele intimidatie plaats. Zeker. Kijk, een flirt is leuk en je kan iemand natuurlijk een compliment geven, maar als je merkt echt dat iemand daar niet van gediend is, dan moet het gewoon klaar zijn. Nou, lijkt me een goed onderwerp voor een sociaal experiment, vind ik toch? Ja, en daarom zijn we vandaag hier bij een sportschool. Jij trekt zo meteen een prachtig sportpakje aan. En Jaap, jij gaat dan Bobby seksueel intimideren. Oh, het idee. Gaat wel en dat gaat wel tegen mijn natuurlijk ding in, hè? Dat ik gewoon mijn mond moet houden. Ja, bij mij gaat het ook tegen mijn natuur in, hè? Ik ga echt ranzig doen. Nou, kom, we gaan ranzig. Ik ga meekijken. Ja, ik ga echt ranzig. Kom, we gaan. Pak het. Hoe heet je? Vera. Vera? Oh, leuke naam. Hij ziet er echt leuk uit. Ik echt eerlijk zeggen. Ik kom lekker om te sporten gewoon. Hè? Ik kom hier gewoon lekker om te ja, sporten. Ja, ik ook. Ja, als je er zo uitziet, poeh. Dan maak je het ook een man wel moeilijk natuurlijk, hè? Leuke broek, staat je goed. Hè? Je mag maar instaan wel. Nee, ik heb een vriend hoor. Ik heb een vriend hoor. Ah joh, alles kan kapot. Zo'n meisje die zat helemaal te observeren de hele situatie. Ja. En je zag wel aan haar dat ze zoiets had van dit vind ik niet oké. Je had echt het hele pakketje, hè? Billen, borsten, allemaal prima. Maar ze greep nog niet helemaal in. Zo, dit ziet er goed uit, mevrouw. Leuk ding aan ook. Laat me gewoon even lekker sporten, man. Hm? Laat me gewoon even lekker sporten, man. Hé, schatje, kom je gezellig bij me? Maar je speelt wel een beetje hard to get, hè, of niet? Hé, hoe heet je? Vera. Vera, oh, mooie naam. Precies waarom vrouwen niet graag naar sportschool gaan. Ach, je kunt er wel een praatje maken. Deze moeder die zei al meteen van ja, vind je het gek dat vrouwen wat minder naar de sportschool toe willen gaan? Nou ja, als je je zo gedraagt, dan is het niet gek dat vrouwen denken ik ga liever niet meer naar de sportschool. Ja, spijker op zijn kop. Ze probeert gewoon een beetje hard to get te spelen. Zijn jij dat ze jou meteen wil? Nou, dat lijkt me wel, ja. Nou, je bent een beetje zielig. Is toch een reden dat ze niet reageert? Moet eens kijken hoe geld ze eruit ziet. Nou, als je één keer zegt en dan stop je ermee. Je bent in de sportschool. Is het al gelukt dan? Niet zeggen. Is het al gelukt dan? Nee, ik hoop ook dat het niet lukt ook. Never. Maar ik ga wel vaker komen, denk ik.
niet hè, hoe disrespectvol jij bezig bent, vriend. Hoezo? Nou, meisje van de man die gaat in de zin. Ja, doe het ook. Maar ze vraagt het er ook een beetje om, maar we moeten kijken hoe ze gekleed is. Gaat er nergens over, maar wel. Ja, daarom, heerlijk. Vraag je van, man. Hebben we die billen gezien? Ik flirt een beetje. Eens kijken hoe geel ze eruit zien. Serieus? Zo'n vrouw komt hij toch om bekeken te worden? Kom op man, als je zo'n broekje aantrekt. Nee, dat is een tot om te sporten. Huh? En dan nog, als ze bekeken worden, hoef je toch niet zo veilig te gedragen? Ah, fuck, ik durf tenminste wel tegenwoordig. Ja. Mag allemaal niks meer. Nee, dat hoor je niet. Je bent een stomme eikel, sorry dat ik het zeg. Nou, dat is niet normaal. Hé! Hey. Pat! Nou, die was ik zo hard. Ik denk zo dat de, hard, dat de buren gewoon naar de kast verschoven ik was. Ik deed bijna nog een huppel. Ja, maar dat hoorde dus de hele sportschool. Bijna een hoer of zo. Ja, een hoer. Dit is echt niet normaal, hè? Ah, kom op. Ziet er leuk uit. Ik mag toch wel van dichtbij bekijken. Nou, ze zouden niet op die vier. Wat? En toen kwam die man met dat baardje kwam weer. Nou, die zat al echt op zijn volle boiling point, zeg maar. Alsjeblieft, wil je even gewoon lekker de sportschool? Lekker hoezo? Even, omdat je aan mensen zit en je loopt ze lastig te vallen of je gewoon even op wilt tieven. Wat maakt het uit, man? Wat denk je zelf? Ja, alsof ze dat erg vindt. Zij trekt toch zo'n broek aan. Waarom denk je dat ze wegloopt? En toen kwam er een beer van de gasten aan. Toen dacht ik, oh nee, mijn laatste uur heeft geslagen. Ja, het was bang. Ga je zelf weg of heb ik hulp nodig? Ik mag sporten wat ik wil, lijkt me. Je hebt wel kanker, hoor je toch? Hm? Je hebt wel kanker, hoor je toch? Ik doe toch helemaal niks verkeerd? Ga maar ook rotten. Wat denk je dat? Kijk hoe goed ze eruit ziet. Ja, nou en? Mensen zo is dat jouw manier. Ga gewoon weg. Lopen of roken. Opflikkeren. Nu. Nu. Zit dan die vrouw de kont zomaar? Wie ken je haar? Op de kaart. Nee, zeg eens. Wat is je achternaam? Laat me lekker sporten even. Nou, je ziet er gewoon goed uit. Goeie broek. Prima. Goeie billen. Hou je schoenen eens even vijf tellen. Hè? Hou je schoenen eens even vijf tellen. Hoezo? Kan ik die ding weer halen voor je schoen? Ja, ik mag toch wel kijken naar de broek. Hey, goed zat er aan. Moet eens kijken, heb je het zo gezien? Ja. Is toch lekker? Hey, wat? Denk eens even na, jongen. Ja. Wat dan? Ja. Hij liep al te veel naar me toe, dus hij had het niet eens nodig dat ik je nog op de kont zou slaan. Nee. Want dat zouden we eigenlijk doen. Maar hij kwam opeens naar me toe. Je kan toch zo'n meisje niet helemaal gek lopen maken? Met wat waarom je niet? Vindt jou, nee? Ja, het is gewoon hard to get. Je moet gewoon je grote smol houden. Ik begin je echt zat te worden. Heb je gezien hoe... Ik begin je echt zat te worden. Heb je gezien hoe ze eruit ziet? Ik zou nog één keer gewoon de smoel op te trekken en dan ros ik hem even dicht. Luister even naar me. Je grote smoel houden en heel gauw naar beneden gaan nu. En nooit meer dit soort dingen zeggen tegen dat soort meisjes. Kom niet op je hoofd, man. Wat? Je was wel hard, hè? Ja, ik schrok er wel van, ja. Nou, ik zeg niet dat geweld goed is, maar soms is een corrigerende tik bij dit soort dingen. Ja, want anders denk jij volgende keer in die sportschool, zo'n vieze Rick. Weet je, hier ben ik mee weggekomen. Ik ga dat gewoon nog een keer doen. Ja. Kom je helpen, man? Nee, ja. Lustig? Ja, heeft... Dat moet je tegen hem zeggen. Meneer, zal ik het even uitleggen? Het is gelukkig niet echt namelijk. Dat meen je niet, hè? Ja, dat meen je. Nou, what the fuck, joh? Sorry, man, sorry. Vrienden, even rustig aan. Nee, heel goed. Het is gelukkig niet echt. Gelukkig niet echt. Oh. Het is gelukkig niet echt. Nee, even rustig. Word maar even rustig. Ja. Hier word je gewoon heel boos om natuurlijk. Dit is precies waarom vrouwen niet naar de sportschool gaan. Ik zal het eventjes uitleggen. Het is een sociaal experiment. En we kijken wat er inderdaad, ja, wat mensen doen op het moment dat een vrouw dus in de sportschool zo benaderd wordt. Nou, je ziet het. Iedereen kijkt ernaar en gaat er gewoon aan. Ja. Ja. Er is bijna niemand. En dan in één keer komt u. Ja, en op welk moment dacht u van... Dit gaat echt te ver. Nou, meteen al. Ja? Meteen. Ja. Wat hoorden jullie dan? Ja, ik ben niet iemand die gauw iets zal zeggen, maar omdat je zo doorging. En top, wel. Op een gegeven moment denk ik wel, nou is het wel klaar. Ja. Dus ja, dan gaat mijn irritatie wel wat omhoog, denk ik. Ja. Nou, als dat zo gebeurt, dan mag ik hopen dat er meer mannen zoals ons zijn die er wat voor zeggen. Ja, ik ben een beetje bang voor jou. Jij geeft ook in, hè? Nee, nee, nee. Gelukkig. Als je nu op jezelf terugkijkt, heb je dan voor je gevoel ingegrepen zoals je had gewild? Misschien een klein beetje te recht voor zijn raap, maar dat was meer dan dat hij... Hij was wel recht voor zijn raap, ja. Nee, ik weet niet of jullie haar kennen, maar deze jonge dame is niet zomaar een gast. Het is namelijk Bobby Eden. Oh, ja. Oh, verdomd. Bobby Eden. Ja, ze heeft een draken. Met haar. Nou, dankjewel in ieder geval. Goed ingegrepen. Ja, heel goed. Thanks, man. Lekker gedaan. Dankjewel. Geef elkaar nog even een knuffel, dan is het weer echt even goed. Ja, even knuffelen. Zeker. Even knuffelen. Dankjewel.
Ja, Bobby, het zit erop. Wat vond je ervan vandaag? Nou, ik vond het toch wel stuur dat eigenlijk mensen toch wel gingen ingrijpen. En ik vond het eigenlijk ook af en toe wel terecht. Sorry dat ik het zeg, dat je even een klap had gekregen. Ja, ja. Omdat jij echt kan zuigen, hè? Ja, nou, ik of jij? Nee. Ik ben door bij jou, Bobby. Jij ging door tot het bittere eind. Ja. Was al weg. Ik ging ervoor. Ik heb nog steeds niet je Insta. Dat bedoel ik. Wat vond je van het spelen van die lul? Ik vond het wel een beetje creepy om te doen. Ja? Ja, en ik vond het met name intens als je echt wel gewoon fysiek geraakt wordt. Mm-hmm. Want je kunt je er wel op instellen van, nou, bij deze scène kun je bijna wel een klap verwachten. Maar als het dan gebeurt, dan weet je hersenen het wel, maar toch raak je lichaam een beetje in shock van, wow, wat heftig, man. Oeh. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind wel dat je ook naar een sportschool, het zijn vrouwen en mannen, sommigen doen het er ook om je wil. Als je een heel mooi lijf hebt, ja, dan laat je dat ook zien. Dus dat is ook de dingetjes wat je aan hebt. En dan vind ik wel dat iemand een complimentje mag geven of af en toe een flirt mag doen. Alleen als je merkt dat degene er niet van gediend is, dan is het gewoon klaar. Dus Jaap ging wel te ver. Jaap ging te ver. Beetje maar, hè. Nou, Bobby, in ieder geval heel fijn dat je meedeed. Sorry dat ik je zo verschrikkelijk goor en lullig en ranzig heb gedragen. Doet hij nooit meer. Ik vond het wel dapper, ja. Ja, en tot zover het experiment. Bedankt voor het kijken. En wat vond jij eigenlijk van de reacties? Laat het weten in de comments. En misschien ben jij ook een vrouw en heb je ook wel eens te maken gehad met intimidatie. Vertel je verhaal in de comments. Ja. En dan zijn we er binnenkort weer, volgens mij. Ja, dan zijn we er binnenkort weer. Ja. Tot dan. Tot dan. En nu komt de aftiteling. Dan zou jij nog even... Is die al begonnen, de aftiteling? Ja, nu... Kun jij dat zien, Bobby? Ja, nu komt de eindstap. Ja, ik zie het, hoor. Oh, hij loopt al. Het zou echt heel prettig zijn als jij straks nog even je Insta aan mij geeft. En dan hebben we nog ook een paar seconden. Ook aan mij, ja. Wil je dan ook mijn nummer? 3, 2, graag 1.